bro. Je bent toch, je bent de man van de stad. Je weet niet hoe je praat. Fuck de police. Want je weet niet hoe pies op je hoofd en op je stiers. En je weet niet hoe. Nou, dit was mijn wanhopige poging om over te komen als een daadwerkelijke rapper. Hé, laat dat nou net vandaag het onderwerp van de video zijn. Als deze video 24 uur 10.000 duimpjes omhoog haalt, dan betekent dat er morgen weer een nieuw filmpje komt. Dus like de video sowieso, want dan kun je morgen weer genieten van mijn verschrikkelijk domme hoofd. Oké? Okay? Thanks. En dan vraag je af, hey Kelvin, waarom doe je dat? Nou ja, het is onderdeel van Kelvin, de periode op mijn kanaal waarin ik elke dag een video maak dat jullie het aantal likes halen. En ook betekent dat ik elke dag een prijs weggeef en vandaag is dat dit. Ik haal het eruit, nu. Kut. De prijs waar jij vandaag kans op maakt is... Tadaa! Walibi kaarten. Jazeker, dames en heren, jongens en meisjes. Je maakt kans op gratis toegang naar Walibi. 2 keer 2 kaarten. Kun je lekker een vriendje of een vriendinnetje of je oma of je opa of je tante of je scharrel meenemen. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op de prijs is een reactie achter te laten onder deze video en te abonneren op mijn kanaal. En dan, op mijn Instagram story maak de winnaar bekend. Volg me even op Instagram en dan weet je of je hebt gewonnen of niet. Dat is zeer leuk. 2 keer 2 kaarten voor Walibi. Laat een reactie achter en abonneer op mijn kanaal en dan maak je de kans op. Dames en heren, we gaan beginnen met de video. Yeah. Ik heb deels voor de lol, maar ook deels voor het thema van deze video deze outfit aangetrokken. Kijk, het is gewoon eigenlijk een bandana met een pet erop. Het is heel hip, heel cool. De rappers van vroeger deden dat altijd. En dacht ik, hey, let's go man. I don't give a shit. You know what I'm saying? It's like gangster. Fuck the police. Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm white. Ik zei nigga. Mag ik dat zeggen? Volgens mij mag ik dat niet zeggen. Ofwel, bij deze, ik heb het gezegd. Spijt me. Oké, ik ben relatieve hip-hop fanaat. Al zeg ik het zelf, ik weet niet alles tot in de details. Dus ik denk dat ik zeg maar voor de echte hip-hop heads een beetje gewoon een blanke kaaskop ben die denkt dat hij hip-hop leuk vindt. Maar ik vind wel degelijk leuk. Ik denk dat het overgrote gedeelte van de muziek die ik luister gaat over bitches, money, succes, fuck other people en fuck the police. Ja. Dus dat heeft mij geïnspireerd om een video te maken waarin ik kijk of ik rappers kan nadoen. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga een aantal Amerikaanse rappers, maar ook Nederlandse. Ik ga eigenlijk maar 1 Amerikaanse en 2 Nederlandse doen. Maar alsnog, ik ga rappers nadoen. Daar heb ik heel veel zin in. Mensen, laten wij beginnen. De eerste rapper waar ik mee wil beginnen is Drake. En Drake is natuurlijk heel aardig. Is een leuke jongen. Het is een fijne gozer, denk ik. Hij komt alleen niet opdagen bij zijn concerten. Maar verder is het volgens mij een prima gast. Eigenlijk kun je niet echt zeggen van iemand of hij een prima gast is als je hem gewoon nog nooit hebt ontmoet. Nog nooit. Ik vind Drake zijn liedjes wel prima. En ik merk ook dat ik zelfs die shit die hij maakt voor zeg maar 12-jarige meiden, dat vind ik alsnog gewoon hard. Dus ik weet niet precies hoe ik in het leven van hip-hop staan, maar ergens denk ik dat ik wel slachtoffer ben van alles. Het enige wat ik grappig vond is dat ik laatst op Drake's Twitter aan het kijken was en dan dacht ik, wow, jij tweet wel echt rare dingen eigenlijk. Drake heeft tweets die heten scary hours, enge uren, fix up yourself, fix up yourself. I like all my S's with 2 lines through them shits. Way, way, way. Blessings. Het leek mij leuk om, net zoals bij de Shawn Mendes video, een aantal van zijn tweets naar het Nederlands te vertalen en ook te gewoon gaan tweeten, zodat jullie kijken aan het eind van de video hoe jullie erop reageren. Scary hours. Enge uren. Ja, ik voel me nu alweer gewoon een grapjas. Fix up yourself. Fix jezelf eventjes. Ik hou van al mijn S'en met 2 lijntjes door de poepjes. What the fuck? Way, way, way. Blessings. Weg, weg, weg. Wat is blessings in het Nederlands vertaald? Er zijn ongetwijfeld heel veel mensen die kijken naar deze video en denken, Kelvin, blessings betekent gewoon paprika in het Nederlands of zo. Ik weet het oprecht niet eens. Blessings. Zo van beste wensen of zo is het toch? Weg, weg, weg. Beste wensen. Oké, ik heb deze tweets allemaal gedaan. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe jullie erop gaan reageren, maar dat zien we aan het eind van deze video. Ik ga beginnen met het officieel nadoen van Drake. Namelijk, hij heeft een foto. Wow, wow. Dit is raar. Dit is lame. Nu lijkt echt een kind van 13. Hij heeft een opzienbarende foto geplaatst. Het is deze foto. Het is echt een goede foto. Dus ik dacht, oké, ik moet toch als rapper nadoener in staat zijn om zo'nzelfde foto te kunnen namaken. Dus dat heb ik gedaan. Heel veel succes met kijken. Succes met kijken. Plezier met kijken. Rapper out. Peace, yo. Vandaag ga ik wat mensen nadoen. Wat rappers nadoen. Ik begin met Drake. Drake is natuurlijk onze grote vriend. Onze held. Ik heb eerst een foto van Drake. Ik weet nog wat ik daarvoor aan moet. Namelijk een rood shirt. Dat is volgens mij de bedoeling. Drake heeft een rood shirt aan. Gooit met dollars en een kettingje om. Nou mensen, ik ben er klaar voor. We gaan het gewoon even doen. Hoppakee. Truitje uit. Ja, gelukkig ben ik net zo donker als Drake. Ik profileer mezelf gewoon echt als extreem blank. Kijk, Drake heeft een rood shirt aan. Nou is dit een Bordeaux rood shirt. Het is niet echt heel goed. Ik kan eigenlijk gewoon even een rood shirtje moeten kopen. Maar helaas, ik was net iets te lui. En Drake heeft erop staan Know Yourself. Dus dacht ik, weet je wat? Ik zet er gewoon Know Yourself op. Maar dan vet lelijk. Drake heeft een ketting om. Ik weet niet wat dit is. Dit is toch geen ketting, joh. Deze doe ik om. Dit lijkt er meer op. Lekker bezig, Kelvin. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel trots een beetje op mezelf. Wat het vervolgens zo bij Drake is, het is donker. Nu is het donker. Deze gordijnen doe ik dicht. Dit is gewoon wat ik nodig heb. Maar dan ga ik gewoon zo. Dan ga ik het gewoon, ja, dit is goed, jongen. Het enige wat ik nu nog moet doen, is dit gooien. En kijk zo. Kijk, komt ie, ja? 3, 2, 1. Fuck, het ligt op mijn hoofd. Fuck. Gooi het richting de camera. Het is echt moeilijk, man. Nee, man. Ik gooi het echt kut. Het is echt, echt moeilijk, jongen. Oké, gaan we. 3, 2, 1.
Oké, mensen, jullie hebben het eindresultaat gezien. Ik heb mijn best gedaan. Dit is ongeveer hoe ver ik kwam. Ja, hier liggen allemaal dollars, maar dat maakt niet uit. Ik heb mijn best gedaan. Het is niet makkelijk om Drake na te doen. Oké, dat was een foto die ik na ging doen, maar ik heb ook nog een filmpje van Drake gezien waarin hij een beetje... Kijk maar even mee. Drake, het is niet zo moeilijk om jou te zijn. Het enige wat je als Drake moet doen is dit. Wapata met me, wapata. Wapata, papa, wapata. Wapata, wapata. Het is tijd om het filmpje van Drake na te gaan doen. Let's go. Oké, dit is Drake. Ik ken de tekst niet van dit liedje. Hij zegt iets van homicide en dramacide en bababa en blablabla. Hij heeft een shirt aan met daarop allerlei rappers. Laat ik nou toevallig exact dat shirt hebben. Oké. Zo, dan heeft hij een lekker jackie aan. Dit is het jackie waar ik het over heb. Je weet hoe ik ben, ik ga all in, ik fuck niet met jullie. Hij heeft het ding zo vast en zegt yo, what up. Wat we niet moeten vergeten zijn de gouden kettingen. En je kent mij langer dan vandaag, ik heb dit gewoon gehaald. En ik breng dit gewoon weer terug, want ja, fucking Hollands en goedkoop en cheap. But I don't give a shit. Kijk dan jongen, ik ben wel bijna die rapper hoor. Ja, het is een vierkant schermpje, dus dat moet zo zijn. Het is weer donker in Drake's huis. Ik ga gewoon de rest weer daar staan. Dit, hier zegt erbij. Oh, hij heeft ook een pet op. Ik was bijna vergeten joh. Hoppakee. Niggas on the down house side. When it's drama time. Nothing in here with a lemon slime. Like a hell of a traumatized. When 15, yeah, I'm really with it. Drop his ass and then I forget it. Man around my side of town. See a bitch and then forget I hit it. Jezus. Waarom had hij niet gewoon fucking Hotline Bling kunnen doen? Dan was het klaar geweest. Die ken ik. Couple niggas that's got a ride for a homicide. When it's drama time. Ik heb hem bijna. Oké. Ik denk dat ik hem weet. Komt ie. Know a couple niggas that's got a ride for a homicide when it's drama time. Run the front of the room, give me a slap. De rapper die ik nageprobeerd te doen is een grote vriend van mij, namelijk Lil Kleine. Hey Jorik, alles goed? Lekker bro! Ik heb je nog nooit echt ontmoet, maar ja, we zijn aardige jongen, denk ik. Misschien kunnen we eens een keer doen alsof vrienden zijn en patat eten. Met mayo. Patat mayonaise. Ja, Jorik staat natuurlijk bekend om zijn uitbundige levensstijl met drank en boten en gouden horloges en zo. Dus ja, dat is natuurlijk erg interessant voor een lamlul als ik om hem na te gaan doen. Dus dat ga ik dan ook doen. Dat doe ik. Dit is de foto die ik vandaag na ga doen, dames en heren. Je weet hoe het gaat. Gouden kettingje, horlogetje, zonnebrilletje, lekker in het blote bassie. Het is niet erg. Het is niet erg. Ik zei bloot een bassie, hè? Alle vriendjes. Dit moet niet zo moeilijk zijn. Ik zeg, let's go. Oké, we gaan Lil Kleine nadoen. Jazeker, dat is mijn plan van vandaag. En ik heb mijn shirt alvast uitgedaan, want hij draagt geen shirt in deze foto. Wat hij wel doet, is een ketting en een horloge en een... nog iets. Het is een gouden ketting, dat kun je niet ontkennen. Nou, hij heeft een brilletje. Ik heb er gewoon een beetje tape op gedaan, zodat het lijkt alsof hij... Oké, weet je? Het is echt een van de meest wanhopige pogingen die ik ooit heb gedaan. Zo, een horloge, zoiets. De foto is niet heel moeilijk, al zeg ik zelf. Het enige wat hij heeft, is gewoon een hele leuke, brede glimlach. Yo, Jorik, als je kijkt, een shout-out naar jou, man. En het enige wat hij doet, is dit. Ik moet iets meer hoofdruimte hebben. 3, 2, 1. Oké, boy. Lekker bezig. Ook Jorik staat bekend om het feit dat hij gewoon alles op Snapchat gooit. Dus ja, dat is voor mij natuurlijk de uitgekozen manier om zoveel mogelijk van hem na te gaan proberen te doen. Het is niet eens een zin wat ik zeg. Ik zeg niet eens iets. Ik heb dit filmpje van hem gezien die ik ga nadoen. Kijk even zelf mee, lieve mensen. Ja, jij geeft 26 jaar hierom. Hoe voelt het nou om altijd onder rood te zijn, verjaardag in de auto vieren? Hoe voelt het nou om altijd onder rood te zijn? Ben je aardig in de auto vieren? Lekker pik. Niemand kan zijn accent ook echt nadoen. Amsterdammers kunnen dat, maar ik als Groningse boerenpummel kan het niet. Dus ik ga het ook niet proberen. Ja, ik moet het wel proberen voor de video straks. Oké, let's go. Oké, voor de volgende video heb ik iemand nodig. Deze video is namelijk niet alleen. Onze boy Jorik, a.k.a. Lil Kleine, zit in de auto, maar niet alleen. Hij zit daar samen met Quinten. Hi. Nice. Ik weet een beetje je tekst. Nee. Je hebt ook geen tekst. Oh, lekker! De outfit van Lil Kleine is zeg maar een jas met een capuchon met stippen erop. Look at them dads. Look at them dads. Hey ouwe! Hey ouwe! Je bent 26 jaar jong. Hoe voelt het nou om altijd onder rood te zijn? Verjaardag in de auto vieren? We gaan stap voor stap richting de auto. Iemand die okay. Rijdt. We zitten lekker in de auto, we zitten te genieten. Oké, we moeten even goed die tekst. Jij hoeft letterlijk niks te doen. Ik durf alleen maar. JG, 26 jaar jong. Hoe voelt het nou om altijd op de rood te zijn? We gaan. Nee, en dan zegt hij. JG, 26 jaar jong. Hoe voelt het nou om altijd op de rood te zijn? Verjaardag in de auto, Piran! JG, 26 jaar jong.
Hoe voelt het nou om altijd op de road te zijn? Verjaardag in de auto vieren? We gaan los. Komt goed. Tevreden. We got this, man. Hey. Yo, Lil Kleine, shout out naar jou, man. Je bent moeilijk om na te doen. De rapper die natuurlijk niet kan ontbreken in dit rijtje is de meest hete rapper van dit moment van Nederland. Hey, SO de Naboef, yo, what up? Lekker bezig, bro. Zie je zusje springen als een kangaroo. Yes. De Boef heeft natuurlijk laatst een nieuw album uitgebracht, waardoor het dak schoot en waarvan iedereen dacht, yo, jij bent gaande in één keer, man. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het album meerdere malen geluisterd en ik heb ook meerdere malen bij mezelf gedacht, oké, lekkere deuntjes, Boef. De meest blanke manier om een album te recenseren is door te zeggen, lekkere deuntjes. Ik vond het album van Boef zeer vermakelijk, ik vond vooral dat er lekkere deuntjes op stonden. Dat kun je niet doen. Hij heeft nu een album uitgebracht, ik vond Kangaroo, vond ik eigenlijk het leukste liedje. Ik weet niet waarom, ik vond het zo fucking goed. Waarschijnlijk vindt iedereen het kut, maar ik vond het wel echt leuk, ja. Maar ik ga hem natuurlijk ook nadoen, hij heeft natuurlijk één hele beruchte foto, beroemde foto. Laat ik het zo zeggen. De albumcover van zijn nieuwe album. Het is de foto waarin hij slaapt op geld. Dat is het ding. En ik dacht, als ik iemand na moet doen in de Nederlandse hiphop scene. En als ik een foto moet uitkiezen, dan moet deze het wel zijn. Want iedereen kent hem op dit moment. Dus ik ga gewoon dat proberen. Denk ik. Ik weet niet waar ik het geld vandaan ga halen. Maar goed. Yo, oké. Het is tijd voor Boef. Dit is mijn Boef starter pack. Een trui en neppe euro's. Ja, uitgeprint. Een riemetje en een horlogetje en een broek. Even veranderen in Boef. Let's go. Dit is ongeveer hoe ik in de buurt kom. Dat is mijn wanhopige poging. Ik ga nog even de gouden kettingen omdoen. Zo. Hier, mijn gouden kettingen zijn er ook weer. Nu komt nog het moeilijkste van vandaag. Want als jullie de foto zien, zie je Boef ligt op geld. Ik ga iets proberen en ik weet niet of het lukt. Ik ga mijn best doen. Dit is mijn bedje. Dit is mijn plan. Het lijkt er al meer op. Ik doe mijn uiterste best om dit tot een succes te maken. Maar kijk gewoon serieus de camera in. Oké, nou dan gaan we mensen. 3, 2, 1. Oh yeah, boy! Oh, Boef heeft natuurlijk social media en daar staan ook filmpjes op, laat ik het zo zeggen. Hij is zelfs een vlogger. Boef is zelfs een vlogger. Lekker bezig, vlogger. Ik ben een Snapchat filmpje van hem tegengekomen van ik dacht, hey, dit lijkt me echt grappig. En dat is dit. Man, bang bang. Bang bang. Ja, ik vond het zo hilarisch filmpje, want er zit gewoon één guy naast hem gewoon lachgas te doen ofzo. Vind ik, of helium kan ook, of gewoon een normale ballon. Maar in ieder geval, ze zijn daar gewoon aan het vibe in die auto. En wat Boef doet is, bang bang! Bang 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 bang. Dus dat was van plan, let's go. Oké. Bang bang bang, dat is hetgeen wat Boef doet in het filmpje. Ik heb het vestje aan wat Boef aan heeft, zeg maar gewoon het logo van Roma, maar jongens. En we go into the car, man. Kijk, het is voor mij gewoon praktisch onmogelijk om de coupe van Boef te hebben. Ik ga het gewoon proberen, dan zien we het. Are you ready, man? Boef, man. Bang, bang! Bang, bang! Bang, 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 bang! Bang, bang! Bang, 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 bang! Nou? Was dat nou gewoon on the first try? Het was een eerste poging, mensen! Boef, man. Bang, bang! Bang, bang! Bang, 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 bang! Bang, bang! Bang, bang! Bang, 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 bang! Ja, lekker bro! Lekker pik! Nice pik! Oké, tot zover de rappers die ik nagenoemd. Voordat jullie gaan heb ik natuurlijk nog tweets geplaatst aan het begin van de video waar inmiddels heel veel reacties op zijn gekomen. Bij de video waarin ik Shawn Mendes ging nadoen had iedereen het door. Op dit moment heeft denk ik nog niemand het door, want mensen zeggen gewoon allemaal dingen zoals wat zeg je allemaal? Precies, vind ik ook. DTF? Weer lyrics ofzo? Iedereen probeert jou te neuken, maar ik ben oké met die shit. Jullie reacties zijn echt alleen maar vraagtekens en what the fuck. Oké, het is me gelukt. Ik heb op een juiste manier Drake tweets kunnen doen zonder dat jullie het door hadden. Yes! Yes! Oké, mensen, dat was de video van vandaag. Vergeet niet de reactie achter te laten onder deze video en te abonneren op mijn kanaal. Dan maak je kans op die prijs, namelijk 2x2 Walibi kaarten naar keuze. Dat was heel erg leuk, dus dan kun je lekker weg in de zomer met je familie en vrienden. Dus like deze video, abonneer op mijn kanaal en laat een reactie achter. Dan maak ik morgen op Instagram story dit weer naar bekend. Bedankt voor het kijken, mensen. Ik hou van jullie. Ah, leuke sushi hier al. Ja, kom op.